Het Centraal Bureau voor Burgerszaken, CBB, heeft wederom materiaal binnen voor het aanmaken van ID-kaarten en paspoorten. Minister Bronte Sommerhaartje van Binnenlandse Zaken gaf dit aan in een gesprek met onze redactie. De bewindsman vindt dat vooral de aanmaak van ID-kaarten geen achterstand mag hebben met het oog op de verkiezingen. Iedereen die zijn stem wilt uitbrengen op verkiezingsdag moet daarom ook een geldige ID-kaart hebben. Bij de aanmaak en distributie van oproepingskaarten zal vooralsnog niets veranderen, onderstreept de bewindsman. Er is een nieuwe kiesregeling. Het parlement heeft besloten om alleen de noodzakelijke dingen te wijzigen, omdat de kiesregeling iets heel nieuws is, one man, one vote. Dus we willen niet te veel verwarring brengen in het veld. Dus dat wat van de oproepskaarten blijft nog steeds op de oude manier. In de afgelopen periode kwamen zaken aan het licht over frauduleuze handelen van illegale en vervalste paspoorten. Minister Sommerhaartje vertelt hoe het onderzoek hieromtrent eruit ziet. Van Binnenlandse Zaken hebben we goed nieuws gehad de afgelopen week. Het JIT-team heeft iemand aangehouden voor het kantoor van CBB. En het onderzoek is nu in volle gang en ik wacht de resultaten van het onderzoek af. Alvorens ik conclusies of alvorens ik naar buiten treed naar de media. Afgelopen week is er weer een lading gekomen. Ik heb begrepen rond de 50.000 paspoorten. Dus met het materiaal aan paspoorten zitten we nu goed. En ook met het materiaal aan ID-kaarten zitten we ook goed. En ik mag u aangeven dat het ID-kaarten achterstand nu volledig is ingelopen. De samenleving kan altijd nog op de website van het CBB terecht voor het te controleren als zijn of haar ID-kaart af is.